Hey jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag doen we een race. De race van de week. Ik denk dat ik hier een serie van ga maken als jullie het leuk vinden. De race is dit keer Imola. Ik hoop dat Max het wel beter gaat doen dan in deze. We zullen het zien. Hallo daar, welkom terug. Laten we de grid van de spannende. Ik heb gewoon een beetje mijn eigen perspectief tussen een paar herhalingen gestopt en aan het einde de beste hoogtepunten. Hier bij de start gewoon, ik dacht dat ik ook prima weg was. Alleen Perez, ja, die heb nog een beetje start gemaakt. Door de start eigenlijk dat Perez mij in heb gehaald, was ik wel een beetje het hele eerste rondje wel een beetje eigenlijk gretig om het terug te pakken. Alleen bij de eerste paar bochten had ik ook gelijk een beetje overstuur. Dus nu besloot ik eigenlijk een beetje om iets rustiger te spelen, want tweede plek is helemaal niet zo slecht, zeker niet aan het begin van de race. Hierdoor pakte ik vaak eigenlijk een beetje de bocht anders. Ik vond het eigenlijk wel fijn, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of dat ook in het echt wel mag. En bij dit stukje heb ik echt de hele race moeite mee gehad. Ik vind het gewoon zo'n rotbocht. Hier pakte ik weer een beetje overstuur. Dat moest een beetje wennen nog een beetje aan het begin van de race. Het was wel vervelend, maar ja. Perez had ook gelijk het snelste rondje. Hier kijken we even bij de herhaling van de start. Hoe iedereen een beetje weg is gekomen. Ik zoals je ziet, ik was helemaal niet zo slecht vast. Perez was nog beter weg. Hamilton kwam ook een beetje rechts van mij. Links van mij bedoel ik. Die kon me ook nog inhalen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Nu zitten we aan de boord bij Perez. Dan zullen we zien hoe hij weg is. Als je goed kijkt, zie je eigenlijk dat ik nog iets eerder weg ben. Alleen, ik weet niet wat voor powerrijden wij beginnen, want die gaat hier gewoon zonder wat te doen eigenlijk volledig langs me. Dit keer is, volgens mij zitten we nu bij Latifi aan boord. Ja, bij Latifi die had een vrij slechte, slome start. Ik weet niet wie hem in heb gehaald, in ieder geval de Haas. Hij probeerde wel hem terug in te halen, dat is volgens mij ook gelukt. Ja, hij pakte de binnenbocht, laat inremmen. Op zich wel een prima beweging. Zo is hij er makkelijk eigenlijk weer. Nu is hij pas echt voorbij natuurlijk. En nu zitten we bij Raikkonen. Die staat volgens mij voor Latifi. Die zit ook aan de binnenkant. Ik weet niet hoe die hem in de. Ah, ik heb gewoon voorbij gereden. Nu pakt hij mijn teamgenoot Mark Kloof gewoon aan de buitenkant. Prima bochtje. En hij is gewoon easy voorbij. Hier had ik natuurlijk de bocht al iets beter genomen. Na 3 rondjes ging het al eigenlijk iets beter. Ik had groene sector in 1, groene sector in 2. Dus op zich het snelste rondje zat er voor mij ook in dit rondje. Hierop pak ik ook 2 prima bochten. Waardoor ik volgens mij ook het snelste rondje heb gepakt dit keer. Met 1.23.3. Het kan natuurlijk altijd iets beter. Maar goed, het was helemaal niet zo slecht. Hierop pak ik de buitenkant. Ik beuk eigenlijk tegen Perez aan, wat eigenlijk in het echt natuurlijk helemaal niet mag. Zoals je nu ook gaat zien. Een beetje grof spelen in de sim kan natuurlijk wel. Hier had ik natuurlijk in het echt sowieso een penalty. En lag ik er waarschijnlijk uit en lag Perez er ook uit. Maar dat doet er nu niet toe. We hebben nu gewoon grof eigenlijk P1 overgenomen. Zullen we even in de herhaling zien? Dan kan je het zien wat ik eigenlijk bedoel, wat het eigenlijk een beetje niet zo hoort. Hier gaf ik hem al een tikje. En bij de andere gaf ik hem weer een tikje. Hier 1, 2. Dit is natuurlijk vet overdreven eigenlijk. Maar goed, het was goed gekeurd, dus mij niet bellen. We're
Hier had Perez me blijkbaar gewoon weer gelijk in op het rechtstuk. Natuurlijk, hij heeft DRS op mij. Plus, het is een Red Bull. Die heeft een iets betere auto als ik op dit moment heb. Dus die gaat er gewoon weer gelijk voorbij. Dat is dan wel weer jammer. Het volgende rondje ga ik ook pitten. Dus dan pak ik weer nog een keer rood. Zoals je hier nu ziet, was mijn stap eigenlijk ook bijna voor mij door een klein overstuurtje eigenlijk. En dan zou ik gewoon gelijk derde staan. Dat is gelukkig niet gebeurd. Hiero rem ik, ik weet niet waarom. En Max Verstappen gaat er eigenlijk gewoon alsnog voorbij. Gewoon eigenlijk een cadeautje voor hem. Ik zat even niet op te letten. Alleen Max Verstappen, die kon ik volgens mij vrij snel terugpakken. Hier pak ik gewoon prima bocht, beter als hem. Betere exit ook. Gewoon de buitenkant. Die slaat remmen. En ik had hem eigenlijk ook gelijk. Ik heb blijkbaar Perez weer gepakt, want ik sta op dit moment wel weer op P1. Nu dan weer niet, omdat ik natuurlijk in de pit ben. Ik was volgens mij ook de allereerste die de pit inging. Ik had als enige van het hele circuit eigenlijk de strategie om twee keer te wisselen. Terwijl iedereen eigenlijk één keer wisselde. Dus eerst van rood, dan naar wit. En ik ging eigenlijk twee keer rood en dan geel. Maar ik weet niet of wat nou de slimste staat. Achie is geweest. Ik sta nu op dit moment ook gelijk 15e. Achter mijn teammate ben ik op dit moment. Die pak ik eigenlijk heel makkelijk gewoon aan de linkerkant, wat ik bij veel mensen eigenlijk heb gedaan of doe. Hier ook wel een klein beetje iets harder, maar dat maakt niet uit. Dit is zeg maar de herhaling. Ik laat ook weer een beetje de herhaling zien als ik iemand heb ingehaald. Om ook een beetje te makkelijk te laten zien hoe ik het heb gedaan. Maar dit was natuurlijk heel simpel, want mijn teammate heeft niet een hele grote alg. Op dit moment zat ik achter Stroll, dat was het nog hetzelfde rondje volgens mij. Ik had natuurlijk DRS, ik zat al heel lang naast hem. Hier duw ik hem eigenlijk vrij ver naar rechts. En dan gewoon prima inremmen. En doorpakken, want ik wou natuurlijk zo ver mogen komen. Hier zit ik gelijk aan de buitenkant van Gasly en ook aan de buitenkant van Tsunoda. Betere bocht gepakt door Danun. Alle twee de Williams volgens mij gelijk in één bocht ingehaald, zeg maar. Dat was natuurlijk heel fijn. Daarna pak ik gelijk Ocon gewoon weer aan de buitenkant op het rechte stuk. Alleen Ocon, die gaat natuurlijk wel nog even ervoor. Die stond dan ook nog rechts van mij. Die pakte Hero me bijna weer in. Ik weet het niet zeker. En die waren natuurlijk ook voorbij. Dan in rondje 20, want tussen de rest gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Behalve dat ik eigenlijk veel gewoon door de rode band natuurlijk sneller heb gereden dan de rest. Stond ik op nummer 1. Alleen toen ging ik wisselen. Toen pakte ik geel volgens mij. Terwijl bijna iedereen wit had, dacht ik. Door die wissel was ik wel iets naar achter gekomen. Maar dat maakt niet uit, want ik wist dat ik sneller was dan hun nu. Hierop pak ik Hamilton gewoon weer aan de linkerkant, vlak voor de chicaan. Net zoals ik het heel veel mensen heb gedaan eigenlijk. Dus dat is ook, dit is eigenlijk een makkelijke beweging hierbij. Gewoon binnenkantje pakken en je bent er gewoon gelijk voorbij als je een goede bocht pakt. Eigenlijk was ik gelijk ook weer hier een beetje, de gretigheid van het begin kwam eigenlijk weer terug. Ik weer een Red Bull voor me, dit keer wel Verstappen. In het echt gun ik het natuurlijk veel meer dan Perez, omdat het gewoon een Nederlander is natuurlijk. Maar hierop wou ik hem eigenlijk graag wel weer inhalen. Misschien is dat ook mijn fout geweest. Eigenlijk stoot een ezel zich niet twee keer aan het steen, maar ik kwam eigenlijk een beetje in de achterkant van Verstappen. Waardoor ik een beetje weggeleek. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar het gat tussen Hamilton en volgens mij Bottas en mij was vergeleken met de rest vrij groot. Dus ik kon vrij makkelijk terug naar de baan zonder nog een plek te verliezen. Het was ook begonnen met regenen. Hiero reed een extra rondje op de medium. Wat eigenlijk uiteindelijk best wel dom was. Want ik had zoveel secondes verloren op Hamilton en Max alweer. Ik moest alsnog natuurlijk naar de groene baan. Anders was het glad voor de gele. Let's get some heat into those tires.
Hierdoor was het eigenlijk al gelijk nog een beetje glibberen en glijden. Ik vind in de regen racen eigenlijk ook echt moeilijk, want ik ben nog vrij beginneling op de sim. Ik race niet zo vaak. Ik heb het ook nog niet zo lang, maar ik vind het wel leuk. Dus ik ben ook van plan om gewoon eigenlijk zo vaak mogelijk de race van de week te doen. Dat wil zeggen dat ik gewoon, zeg maar, voordat de race is natuurlijk, net echt de race op de sim te doen. En dan ook een video voor jullie te maken. Om het vervolgens te plaatsen. En te kijken of we een beetje dezelfde eindstand zullen pakken als in het echt gebeurt. Behalve dat ik dan natuurlijk niet in het echt meerij. En dat Max hopelijk in het echt altijd hoog komt. De bochten pak ik verder eigenlijk nu wel weer wat beter, vooral vergeleken met Verstappen en zo. Die rijden natuurlijk iets trager omdat het ook de computer is. Ik heb de alg ook niet mega hoog staan, volgens mij op 55 of zo. En elke keer als ik denk ik de pole pak, dan zal ik de alg ook denk ik met 5 stijgen om het een beetje leuk te houden. Anders sta ik zo achteraan, waarschijnlijk. Met deze twee laatste bochten, zeg maar, de vorige rondje was ik ook weer ingekomen. Nu weer op hetzelfde stukje als waar ik heel veel mensen eigenlijk in heb gehaald. Volgens mij ben ik nu gewoon. Ja, hier ook weer dat stukje. Altijd dit stukje en die andere. Haal ik vaak in. Hier ga ik wel te ver naar buiten. Waardoor Max gelijk weer dicht achter me zat, maar ik had hem wel. Hamilton was eigenlijk al vrij kansloos, want die zat al voor me. Hiero, het allerlaatste rondje werd hij veel opgehouden door een Haas. Dat eigenlijk voor mijn gevoel natuurlijk niet heel erg was. Ik had alleen maar profijt hieraan, want ik kon hem gelijk inhalen. Ik dacht, ik ga hetzelfde doen als wat Max vorig jaar deed. Alleen die gedachte was eigenlijk hier alweer verloren gegaan. Ik ging weer te ver naar buiten, waardoor ik in de grind eigenlijk een beetje kwam. Hetzelfde als in de laatste bocht, volgens mij. Oh nee, die nog niet. Waardoor ik hem niet meer had. Dus hij heeft nog met een seconde voor me zelfs gewonnen. Maar P2 is helemaal niet zo slecht. Ik neem er genoeg mee. Dus ik vind het wel prima. Natuurlijk heb ik wel eventjes de coureur van de dag meegepikt. Dat is voor mij natuurlijk ook altijd wel een leuk complimentje. Ja hoor, daar staan we dan op P2. Max op P3 en Hamilton pakt P1. Zoals vorig seizoen vaak was gebeurd, maar dit seizoen heeft hij toch echt flink moeite volgens mij. Hierdoor laat ik jullie gewoon een beetje de hoogtepunten zien, dus geniet er maar gewoon even van. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and Hartstikke bedankt natuurlijk als jullie tot zover hebben gekeken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden dat ik dit vaker kan doen. En jullie het ook blijven kijken. Dus hartstikke bedankt. Abonneer nog eventjes, dat zou fijn zijn. En joe.